In deze korte video leg ik uit welke weg ik wil bewandelen met een passiefinkomen.nl en vertel ik meer over de tussenstappen op weg naar een financieel onafhankelijke toekomst. Zo kun je zien op welk punt jij op dit moment je eigen bevindt en welke onderwerpen er in de toekomst nog behandeld zullen gaan worden. Het startpunt van onze weg naar financiële onafhankelijkheid begint bij een budget. Ik heb al eerder een video gemaakt met de titel Alles begint bij een budget. Ik zal hier linksboven even een link plaatsen naar deze video. Maar het maakt dus niet uit of je nou arm bent of rijk, vol in de schulden zit of je hypotheek al hebt afbetaald. Iedereen zou eigenlijk gebruik moeten maken van een budget. Een budget geeft namelijk snel overzicht, zodat je weet hoe je er op dit moment voor staat. En het zorgt ervoor dat je kunt zien hoe je je volgende stap moet nemen. En ook al weet je misschien heel veel bedragen uit je hoofd, of alle bedragen misschien zelfs wel, het is toch belangrijk dat je je budget op een stuk papier doet of op de computer. Want dat zorgt ervoor dat je echt in één oogopslag een totaal overzicht hebt en dat maakt het dus veel duidelijker. Zorg er ook voor dat je in je budget je eigen vermogen opneemt. Dat is dus een bedrag van je totale bezittingen verminderd met je schulden. Dat vormt je eigen vermogen en dat is vooral heel erg motiverend en kun je ook zien of je op dit moment, ook al denk je heel goed bezig te zijn, vaak toch nog in de schulden zit. Of kun je zien hoe je je vooruitgang boekt om je eigen vermogen dus omhoog te werken. Nu je een budget hebt gemaakt en dus weet hoe je op dit moment voor staat, is het tijd om aan een plan te gaan werken. Een plan kan zijn dat je één of meerdere doelen hebt waar je naartoe wil werken. Een voorbeeld daarvan is dit jaar 10.000 euro aan schuld aflossen, volgend jaar schuldenvrij zijn misschien, of over 10 jaar een eigen vermogen hebben van 100.000 euro. Maar een plan en een doel zorgt ervoor dat je iets hebt om naartoe te werken en het zorgt ervoor dat je je voortgang kunt bijhouden. Zorg er ook voor dat je in dit plan rekening houdt met een financiële reserve, eigenlijk nog voordat je aan het plan begint. Een financiële reserve is eigenlijk een buffer, een spaarpotje die je hebt voordat je aan dit plan gaat werken. En mijn advies is om dat tenminste 1000 euro te doen. Of als het meer is, een maand aan inkomen. Bijvoorbeeld als je inkomen 1500 euro in de maand is. Of je vaste lasten. Zorg er dan voor dat je 1500 euro apart zet. Als je deze buffer of het spaarpotje achter de hand hebt. Zorg er namelijk voor dat je meer rust hebt. En altijd kunt terugvallen als er eventjes iets tegen zit. Nu je deze financiële reserve hebt opgebouwd. Is het belangrijk dat je ten eerste gaat werken aan de schulden. Probeer zoveel mogelijk te automatiseren in je budget. Dit kan bijvoorbeeld zijn, elke eerste van de maand krijg je je salaris binnen, ik noem maar iets. Elke derde van de maand betaal je je hypotheek. Elke vijfde van de maand betaal je je schuld af. Elke zevende van de maand schrijf je wat over naar je spaarrekening. En eigenlijk alles wat vaker dan één keer moet gebeuren, dat kun je best automatiseren. Het voordeel hiervan is dat ten eerste heel makkelijk gaat tegenwoordig met online bankieren. En het scheelt je gewoon elke maand heel veel tijd, omdat het toch telkens hetzelfde is en hetzelfde bedrag vaak. Dus je kunt daar jezelf heel makkelijk maken. Zorg ervoor dat het samen met je automatiseren van deze taken ook een routine opbouwt. Om bijvoorbeeld elke zondagochtend je budget bij te werken of op de eerste van de maand. Dit kun je alleen doen als je zelfstandig woont, zeg maar. Maar als je samen woont, is het beste om je partner erbij te betrekken en samen een budget te maken. En ook samen bij te houden, zodat je samen je voortgang ziet en samen kunt werken naar het doel waar je in je plan hebt opgesteld. Zoals gezegd is een van de eerste stappen die je moet nemen het aflossen van je schuld. Dit is omdat schuld eigenlijk alleen maar geld kost in de vorm van rente. In plaats van dat je geld ontvangt op je geld, zoals bij een spaarrekening, betaal je nu juist rente omdat je het geld hebt geleend. Je kunt dan beginnen door een lijstje te maken van welke schulden je allemaal hebt. En bijvoorbeeld te beginnen met het aflossen van de kleinste schuld, omdat je daar het snelste mee klaar bent. Je kunt er ook voor kiezen om degene met het hoogste rentepercentage als eerste te betalen, omdat je daar natuurlijk de meeste kosten op maakt. Dat kun je dus zelf even kiezen welke je wil. Zorg bij het afbetalen dat je misschien ook kijkt naar de voordelen van versneld aflossen. In plaats van het minimumbedrag, kijk even wat een 100 euro meer in de maand aan voordeel op de lange termijn oplevert. Dit kan dus zijn op die kleine bedragen, maar ook als je een hypotheekschuld hebt op lange termijn. In mijn geval, als ik elke maand 200 euro extra aan mijn hypotheek aflos, ben ik in plaats van 30 jaar, ben ik na 17 of 18 jaar klaar. En heb ik tegelijkertijd 30.000 euro aan rente bespaard. Dus als je die mogelijkheid hebt, verwerk deze dan in je budget. En bereken ook wat het dus op lange termijn
en voordelen heeft. Nu je schuldenvrij bent, op je hypotheek na misschien, kun je gaan investeren in de toekomst. Zorg er eerst voor dat je je financiële reserve gaat uitbreiden. Deze was 1000 euro of 1500 euro, afhankelijk van de inkomsten of kosten die je hebt elke maand. En deze ga je uitbreiden naar 3 tot 6 maanden aan kosten. In het geval van die 1000 of 1500 euro ga je dus naar bijvoorbeeld 6000 of 9000 euro dat je apart zet. En dat je genoeg buffer hebt voor als er iets tegen zit. Misschien gaat je auto kapot of verlies je je baan. Deze buffer zorgt er dan voor dat je genoeg tijd hebt om een goede keuze te maken. Je buffer verder uitbreiden dan 6 maanden aan kosten heeft geen zin, omdat het geld op de bank gewoon heel weinig oplevert aan rente. Je kunt dan beter ervoor gaan zorgen dat je je geld gaat investeren in bijvoorbeeld losse aandelen, indexfondsen of vastgoed. Je kunt ook ervoor kiezen om te investeren in jezelf. Dit kun je doen door bijvoorbeeld cursussen te volgen, boeken te lezen, je te laten bij- of omscholen. Maar je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld je eigen onderneming te beginnen. Iets waar je heel goed in bent, iets wat je leuk vindt. Daar start je dan je eigen onderneming in. En met je eigen onderneming kun je dan zorgen dat je ook een passief inkomen gaat verdienen. Wat is dan passief inkomen? Passief inkomen is geld dat je verdient omdat je er in het verleden tijd aan hebt besteed. Een goed voorbeeld hiervan is een boek. Een auteur heeft in het verleden een boek geschreven en als het eenmaal af is, gaat het in de verkoop. En zonder dat hij daarna nog tijd hoeft te besteden aan dat boek, verdient hij zijn geld met de verkopen. Maar het hoeft niet alleen met een boek, het kan ook op veel andere manieren. Denk hierbij aan YouTube, social media, affiliate marketing, een webshop beginnen of een digitaal product aanbieden. Zeker in 2018 zijn de mogelijkheden om passief inkomen te verdienen eigenlijk eindeloos. Dus maak er zeker gebruik van. Als laatste kun je dan financieel onafhankelijk gaan leven zodra je je schulden hebt afgelost, dus schuldenvrij bent en een passief inkomen hebt. Je kunt er in het begin voor kiezen om je oude werk nog te blijven doen of je eigen onderneming te starten. Maar als je uiteindelijk genoeg passief inkomen hebt om in je levensstijl te voorzien, kun je er ook voor kiezen om op te houden met werken. Stel bijvoorbeeld dat je uit je investeringen zoveel verdient om je levensstijl te onderhouden, dat je dus ophoudt met werken. En dat je kunt gaan doen waar je zin in hebt, wat je leuk vindt. Of misschien ga je anderen helpen. Ik denk dat dat het doel is eigenlijk voor iedereen. Om een financieel onafhankelijke toekomst te hebben. Het is in ieder geval mijn doel. En via een passief inkomen wil ik jullie daarin helpen, inspireren. En wil ik ook mijn ervaringen en mijn doel en zo met jullie delen. Dus laat graag even weten wat jullie ervan vinden. Wat zijn jullie plannen? Wat zijn jullie ideeën? Hoe ver zijn jullie inmiddels al? Wat zullen jullie graag willen zien in de komende video's? En dan zie ik jullie graag in de volgende video. De komende week ga ik zelfs 3 video's uitbrengen over het budget. Ten eerste wat een budget is. Ten tweede waarom je een budget zou moeten gebruiken. En ten derde hoe je nou een goed budget maakt. Want zoals gezegd, een budget is gewoon de start voor een goede financiële onafhankelijke toekomst. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.